Nederland in Maartensdijk op de A27. Surfjante Patrick en Jan Bart zien achter zich een bestelbus waarbij de bestuurster haar telefoon in de hand houdt. Zie je het, Pat? Een mevrouwtje achter ons. Zit te bellen. Kijk, zet hem gewoon nog steeds kwek. Oh. Is hij nou in één keer weg? Nee, zet hem nog. Kijk, hij zit nog steeds te bellen. Ja. Ze zetten de vrouw aan de kant om haar een bekeuring te geven. Goedendag, mevrouw. Sorry? Ik wil niet dat ik... Zal me eerst even netjes voorstellen? Ik wil dat niet opgenomen. Ze blijven sowieso filmen, dus... Nee, dat ik niet mee. Ik wil dat niet. Mevrouw, zet u wel even de motor uit en als u wel even mijn hand wil geven, dan zal ik me even netjes voorstellen. Nee, niet? Nee. Oké, dan wil ik graag even uw rijbewijs. Ik wil alsjeblieft... Mevrouw, voordat u een heel... Mag dat? Nee, het moet niet, maar het mag wel. Het is mijn privé, toch? Ik wil niet opgenomen. Oké, maar het is... Zal ik even uitpraten of niet? Dat mag, maar ik wil dat ze dat eerst uitzetten. Dat nee, zij blijven sowieso filmen. Ze staan op de openbare weg en ze mogen filmen. Op die manier wil ik niet meewerken. Ik heb al probleem. Ja, oké. Mag je even de rijbewijs aan mij geven? Mevrouw, u krijgt een bekeuring voor het niet eens free bellen. Ik was niet aan het bellen, meneer. Oké. Okay. Ik heb vreselijk kiespijn. Ja. Is ontstoken. Ik gebruik antibiotica. Ja. Ik zat gewoon dat uit de Koran Oké, okay, nou, u krijgt in ieder geval procesverbaal voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden. En of u nou de Koran zat te luisteren, Wil alsjeblieft mee. Luister. U mag even blijven zitten. Ik wil dat niet hebben, gewoon. Toestel, mag ik dat heel even zien waarmee u in uw hand zat? Dat is een iPhone. Ja. Dat schrijven we trouwens ook op als verklaring, dat u de Koran zat te luisteren. Ja, voor de pijn. Voor de pijn. Oké. Okay. Misschien ik denk dat een aspirintje beter werkt dan naar de Koran luisteren voor de pijn. Ja, omdat je niet gelovig bent, kan je makkelijk. Nee, maar dat denk ik. Dat helpt meer dan een pijnstiller. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we daar inderdaad een meningsverschil over. Ja, ik ben helemaal door. Dat u weer even blijft zitten, mevrouw. Ik wil dat het niet gebeurt. En ik wil dat u blijft zitten, mevrouw. Nogmaals, het volgende. U krijgt een procesverbaal voor het niet handsfree bellen, oftewel het, zoals de wetartikel voorschrijft, het tijdens het rijden vasthouden van een mobiele telefoon. Daarnaast ga ik u vragen om uw gordel goed om te doen. Want zoals de gordel nu zit, kunt u... Ik kan de gordel niet omdoen. U kunt hem niet omdoen? Ik heb daar een verklaring van de huisarts. Oké. Okay. Of zijn niet te zien, hoor. Nee. Nou goed, het is zo dat de huisarts die is niet degene die dat kan bepalen. Moet u een ontheffing. Dan moet u een ontheffing. Dan moet u een ontheffing aanvragen. En dan. Dat het goed was. Nee, u moet middels een brief van de huisarts moet u een ontheffing aanvragen bij het ministerie. En die kan u een ontheffing geven. Een huisarts kan niet tegen u zeggen: alsjeblieft, hier heeft u een brief en dan hoeft u de gordel niet meer te dragen. Dus. Oké, dus u heeft het briefje eigenlijk ook niet nodig, want schijnbaar kunt u wel. Ik voel me niet goed, alsjeblieft, is het klaar? Oké, nou ja, u bepaalt steeds hoe wij ons werk moeten doen. Ja, maar... Het briefje werkt in ieder geval niet, dus... Wij maken een melding in het systeem dat u dus misbruik maakt van een briefje van de huisarts. Het moet gaan, ik voel me niet lekker. Ik raak gefrustreerd. Ja. Met dit gezeik, nee, het is gewoon gezeik, dat vind ik niet leuk. En wil je dat even alsjeblieft? Nee, maar is het klaar? Luister nou gewoon. Ik ga mijn gordel omdoen, ik wil mijn verklaring en ik blijf thuis. Ik ga wel een melding maken van dat u dus schijnbaar met een verklaring probeert onder het dragen van een gordel uit te komen. Als u dat dus wilt, moet u met deze verklaring naar het ministerie gaan en die kunnen ervoor zorgen. Nee, is goed. Wilt u het kort houden, alsjeblieft? Ga maar met de anderen bezighouden. Ik wil gewoon... Nou, u bent op dit moment onderdeel van mijn werk, mevrouw. En ik probeer gewoon normaal met u te praten. Nee, dit is geen normaal met camera erbij. Nee. Voordat u gaat rijden, zet u heel even de motor uit, doet u even een gordel om, mevrouw. Ja. Als u nou wegloopt bij mij? Nee, als u dan gewoon even de gordel om doet, zoals we net hebben afgesproken. Volgens mij ben ik heel coulant en probeert u onder een gordel uit te komen. Als u zo gaat rijden en zonder gordel, dan is het nog procesverbaal. Even hier, rijden jullie maar weg. Ga maar verder. Ik loop wel even zitten. Wens ik u een fijne dag, mevrouw. Nog één dingetje, mevrouw. Mevrouw, hallo. Nou, ik heb nog een goede tip voor u, want uw remlicht is kapot. Dus misschien kunt u die even laten maken. Ja, dat kan ik wel. Oké, fijne dag verder. Met vele tips op zak, plus een fikse boete voor het vasthouden van haar telefoon tijdens het rijden, kan deze vrouw met gordel om haar weg vervolgen.